Ik zit vandaag in de huiskamer van Allard de Graaf. Allard de Graaf is een toneeldier. Van toneelspeler Tje is hij nu zelfs voorzitter van de Heiloer toneelgroep Falkland. Falkland Toneel, ja. Allard, vertel, hoe begon het en waarom begon het? Nou, hoe het begon is wel heel lang geleden. Toen heette dat vierde klas basisschool. Mocht ik Bor de Wolf spelen. Dat heb ik met hart en ziel en overgave gedaan. Dat is gewoon erg leuk. En op de middelbare school hadden we op de HAVO twee leerkrachten Nederlands. En die gaven dus ook een stukje drama. En de leraar handarbeid die maakte de decors. En we hadden daar een leuk toneel. En daar hebben we 2 jaar hele leuke dingen gedaan. Maar waarom ben je dat gaan doen al op die lagere scholen? Het heet eigenlijk lagere school, hè? Geen basisschool toen. Toen nog wel lagere school en middelbare school. Je bent het gaan doen. Maar waarom ben jij dat gaan doen? Waarom ben je dat gaan dat doen? Voelde gewoon leuk. Dat voelde goed. Dat was iets van... Oh, en ik denk ook... het was eens een keer wat anders dan wat iedereen al deed. Ik ben geen voetballer. Ik hou niet van... De sport is mooi, maar... Ik wilde wat anders doen dan anderen. En dit was voor mij van, ja, oh, dit is schijn, dit is leuk. Ja, daar heb ik eigenlijk wel een beetje het acteervirus te pakken gekregen. En daar gewoon daarna misschien 10, 15 jaar niks meer mee gedaan. Heel druk met andere dingen. Oké, maar dat je dat toen kreeg op die scholen, had niks met jouw achtergrond, familie te maken. Dat jullie van huis uit iets aan toneel deden, of operetten, of cabaret? De hele familie, allemaal stuk voor stuk, hebben ze wel een grote mond. Maar om nou te zeggen dat het toneeldieren waren, nee. Terwijl er achteraf in mijn familie wel heel veel mensen dus dingen zijn gaan doen op theater. Mede door jou misschien, nee. Omdat jij het bent gaan doen. Die eer ga ik me niet toebedelen, absoluut niet. Nee, maar goed, je bent in je jonge jeugd, lagere school, middelbare school, heeft het virusje te pakken gekregen, door omstandigheden is dan, dat even... En dan doe je daar opeens helemaal niks meer mee. Omdat jij erg druk bent met andere dingen. Maar dat blijft altijd een beetje kriebelen. Totdat iemand mij attendeerde op Falkland. God joh, we kunnen mensen zoals jou, met jouw profiel kunnen we wel gebruiken. En ik ben eens gaan kijken. Ik denk, ja, nou, moest ik maar eens doen. Maar je bent gaan kijken als toneelspeler toen? Als toeschouwer eerst een keer. Als toeschouwer. En polderop heb ik gezegd, nou, ik wil wel spelen. Nou, dat heb ik geweten ook, want het eerste beste stuk waar ik instapte, daar had ik 6 verschillende rollen. Het waren tv-opnames die er gebruikten. Van alles moest er gebeuren en ik vond dat geweldig. Het ging echt van niks naar meteen? Niks, ja. Het was all the way bijna. Ja, het was meteen, het leek wel een ontgenoeming. Helemaal. En spreken we over ongeveer welk jaar? Ja, precies zijn 1991. 1991. En dan kom je in het Theater de Beun terecht. Want dat stond er toen al. Ja. Ik denk, Beun is 74 hebben ze die boel allemaal gesloopt. Ja, daar is dat loop gaan bouwen. Ja. Er stond vroeger een oude school, Niklas Beets school, en daar staat nu de Beun. En ja, dat ik ervaarde dat als een stukje magie. Dat was dus echt, dat was leuk. Kom ook niet aan onze Beun, want dan kom je... Waarom zou ik eraan komen? Nee, ja, maar goed. Het was natuurlijk bijna fataal geweest met brand. Had het iets verder, iets meer schade opgeleverd, dan was er een grote kans geweest dat de Beun er helemaal niet meer... Nou, het is gesloopt moeten worden en dan was je niet herbouwd, denk je? Ja, daar ben ik heel bang voor. Ja. Daarom moeten we de Beun ook absoluut koesteren. En niet denken dat we daar zomaar iets voor in de plaats krijgen, want het is een faciliteit. Niet alleen voor Falkland, maar natuurlijk voor alle mensen die naar theater gaan. Al die theatermakende verenigingen, die houden gewoon van die Beun en die hebben daar de mogelijkheid om een fantastisch mooi stuk theater neer te zetten. Ja, die kunnen daar hun thuiswedstrijden spelen. Dat is ook zo'n begrip wat er nu is. De toneelgroep hadden vroeger ook wel eens uitwedstrijden spelen? Of? We hebben het toen meegemaakt na de brand in de Beun, dat we dus moesten uitwijken. Nou ja, sommige, we hebben een productie hebben we uitgesteld een half jaar. Het kinderstuk hebben we vanuit Falkland gespeeld in de Strandwal, hier op het GGZ. Nou, dat was dus alsof je in een schoollokaal speelde. Wij konden hier eigenlijk geen goede accommodatie vinden. Maar goed, die is gelukkig behouden gebleven. De brand was niet erg genoeg. Het kon hersteld worden. Er is maar subsidie wat geld gekomen. We moeten de Beun blijven koesteren, want ook politiek is er toch nog best wel wat om te doen dat daar dus veel meer, dat veel duurder moet gaan worden. Moet er veel geld bij dan bij de Beun?
Er zit een zwaar subsidie op. Het gebouw is van de gemeente. En de exploitatie ligt in handen van Stichting De Beun. De gemeente wil Stichting De Beun veel zwaarder gaan belasten voor het gebruik van De Beun. Waardoor die lasten op de gebruikers, zoals Valkland, zoals alle huurders, gewoon evenredig verdeeld moet gaan worden. En dat kan wel eens een hele substantiële lastenverzwaring met zich brengen. Ja, waardoor je misschien meer op de commerciële tour moet gaan om het te kunnen financieren. Ja. En dat is maar de vraag of dat met al die subsidies sponsoring is niet makkelijk. Dus dat we mogen dus met z'n allen dat best wel in de gaten houden. Ja, want jij bent los van dat jij natuurlijk zelf speelt, ben je natuurlijk beetje bij beetje opgeschoven in de hele organisatie. En hou je ook bezig met dit soort dingen van het behoud van de Beun. En dat theater is natuurlijk niet alleen spelen. Kijk, er zijn mensen die leren een rol, die gaan fijn naar een repetitie toe, die zetten een mooie voorstelling neer en die hebben daar erg veel plezier van en het publiek ook. Maar theater is de optelsom van alles wat er gebeuren moet. En dat is uiteraard kleding, requisieten, decor, dat is uiteraard PR, dat is alles wat er omheen hangt. En dat is eigenlijk nog het leukste van het theater maken. En dan ben je alles, echt een toneeldier natuurlijk. Alles, dat allemaal alles past, verzorgen wat je kunt verzinnen om dat te gaan doen. En dat geldt niet alleen voor Valkland. Maar een andere grote pijler van waar ik mijn lol vandaan haal is bijvoorbeeld Stichting Kaaskopperstad. Nou, voor de mensen. Maar Heilowenaar zijn ook kaaskoppers? Ja, dat kan. Jawel. Dat is eigenlijk Alkmaar. Nee, wij zijn. Ik ben geboren Alkmaar. Ik heb mijn hele leven in Heilo gewoond, maar ik ben in het ziekenhuis geboren. Ja, in het ziekenhuis, maar dat hebben we helemaal niet met Heilo. Ik heb op een kaartje staan geboren in Alkmaar. Dus ben je één week in Alkmaar geweest? Ik ben een geboren kaaskopper. Oké. Okay. Nee, Kaaskopperstad, daar trekt 25.000 mensen niet alleen uit Alkmaar, maar uit de hele regio, soms zelfs uit het hele land. Dat is dit jaar het zesde jaar dat dat gehouden wordt. Daar doen 700 spelers en figuranten aan mee. Daar bij elkaar 1000 mensen die eraan meewerken. Ja, en waar wordt dat dan gehouden? Waar? In de oude binnenstad van Alkmaar. Buiten dus? Ja. Daar wordt een heel gedeelte van de oude binnenstad van Alkmaar wordt afgezet. Dat gaat terug naar het jaar 1573. En het jaar van het Alkmaars ontzet. Victorie. En juist. En daar heb je dus allerlei groepen. Je hebt daar de kliniek, je hebt daar de edelen, je hebt daar de bedelaars, je hebt daar ook de watergeuzen. De watergeuzengroep die Alkmaar van de Spanjaarden hebben, nou niet bevrijd, maar eigenlijk behoed. Ik speel, dat is dus mijn personage, Nanning van Foreest. De raadspensionaris van Alkmaar, belangrijkste functionaris en ook de geschiedschrijver van Alkmaar op dat moment. Ik heb dit kostuum speciaal laten maken, dat is helemaal op maat gemaakt. De knoopjes zijn zelfs helemaal handgemaakt. Dit is helemaal een replica van wat Van Foreest zelf heeft gemaakt. En doen dat die kledingmakers van Valkland of heb je het ergens anders uitbesteed? Nee, dit heb ik aan een kennis van mij, een coupeuse, die hier in Linda Alders, hier in Uitwiepestein, eigenlijk een beetje achterbuurvrouw, en die heeft dit helemaal met liefde en toewijding gemaakt. En het is een heel fraai kostuum geworden. En ik vertel dus het verhaal van het beleg van Alkmaar, met om mij heen de rabouwen en de commandanten die daar dus hun inbreng in het verhaal hebben. Dat is een heel levendig toneelstuk. En dat spelen we dus 2 dagen lang, eigenlijk continu. Aan een lopende band gaat dat verhaal door. En dan gaan we wel eens een keer naar ook andere evenementen toe. We hebben dus recentelijk Schelphoekgracht helpen openen, wat dus een nieuw stukje Alkmaar is. We zijn met deze mannen naar Den Briel geweest om Den Briel te helpen veroveren. De geuzen. De geuzen, later de geuzen. Nou, ook dat is sport, ook maar dat is feest. Maar in de open lucht dus ook allemaal. Ja. En heb je qua volume, komt het over? Ja, we hebben een tent en daar staan we eventueel onder dak. Maar iedere keer heb je een groep van 10 of 20 mensen die luisteren. En je vertelt allerlei verhalen. Ja, het verhaaltje is eigenlijk steeds voor kleine groepjes mensen die geïnteresseerd zijn. Het verhaaltje duurt 10 minuutjes. Okay. En als kinderen alleen maar geïnteresseerd zijn in je wapen, nou, dan ga je een verhaal vertellen over een wapen. Ja, je improviseert ook. Dat maakt niet uit. Ja. Je houdt wel van improviseren, hè? We zijn met een ploeg van 5 mensen die dan de hoofdkwartier-act neerzetten. En als er 2 weg zijn, is het ook goed. Het verhaal gaat gewoon doen. En dan hebben we daar een zwarte kruidschutter bij, die dus met echt musket staat te schieten. Een aantal mannen hebben nu een kanon gebouwd.
Ook dat is theater. En, ook dat, en daar kan je dus een historisch verhaal neerleggen. Een heel mooi verhaal vertellen. Met allerlei kwinkslagen, met allerlei uitdrukkingen, met allerlei gezegdes daarin. Waardoor het publiek geboeid blijft. Nou, en daar zeg je, eigenlijk is er een grote geschiedenisles. Nou, dat is ook een feest om te doen. Zeker als je daar dus een aantal enthousiaste mensen omheen hebt. Want hoe belangrijk is het publiek voor jou? Doe jij het voor het publiek of doe je het meer voor jezelf? Of doe je het meer voor dat je het samen prettig vindt om iets voor elkaar te krijgen? Het is... samen iets creëren? Of ben je toch op de kick van het publiek gefocust? Nou, voor mezelf is altijd mooi om te spelen. Dat is duidelijk. Mm-hmm. Het geldt voor jou als muzikant, dat geldt voor iedereen. Natuurlijk wil je graag publiek hebben. Alleen voor, als wij daarvoor een publiek van 5 mensen of 3 mensen een verhaal staan doen, dan gaat het verhaal niet zo enthousiast. Toch wel, dat kan je opbrengen, want dat komt uit jezelf. Ja, dat is, je wilt een verhaal vertellen, je hebt iets te vertellen. Want we hebben een historisch verhaal. Het is net hetzelfde als een andere tak van acteren, is dus het Sinterklaasverhaal. Ik vind dat gewoon ontzettend belangrijk. Dat dat dus ook overal terechtkomt en dat dat dus ook gewoon mooi gebracht wordt. We doen het ook met Valklanders al jarenlang bij de school voor asielzoekers, de Wissel, in Alkmaar. Mm-hmm. Want het is gewoon heel erg belangrijk dat die kindertjes, die wil je uiteindelijk een plekje geven in onze Nederlandse maatschappij. Die moet je dus niet, dan moet je niet beginnen ze uit te sluiten bij een van de mooiste Nederlandse tradities. Dus ook daar gaan we heen, dat doen we altijd met de Valklanders, want dat heeft wel best wel wat voeten in de aarde. Niet zo'n strooi, want... Een heleboel culturen is voedsel op de grond natuurlijk niet meer rein. Nee, zeker. Sommige kinderen zijn zwart, het is een zwarte piet. Die gaan vragen van hoe is met je zusje of met je vader, je moeder, want die is misschien wel voor hun ogen omgekomen. Je weet het allemaal niet. Dus heel voorzichtig mee omgaan. Heel goed van tevoren over nadenken. Informatie. En dat een beetje in scène zetten. En dan toch bij deze kinderen het Sinterklaasverhaal neerleggen. Gewoon alleen de essentie neerleggen. Ja. Dat is feest en ontzettend leuk om te doen. Ja, want het gaat je niet zozeer om het applaus, maar het gaat je meer om dat je de mensen een stukje plezier hebt gegeven. Ja. Of een stukje vreugde, of een stukje inhoud. Of anderen ook het podium om dingen te doen. Want als ik denk dat een aantal jaar geleden door een bestuurlijk probleem de Hanswijkers zonder bestuur zat... En daar dus de boel helemaal omgevallen was en alleen nog een enthousiaste regisseur. Even terug, de Hanswijkers is? De jeugdmusicalvereniging die repeteert in Egmond en speelt in Beun. Ja, want is dat een Egmondse vereniging? Met veel mensen uit Heilo erin waarschijnlijk? Ja en nee. Het is een vereniging met spelers uit de hele regio. Alleen ze repeteren en komen oorspronkelijk uit Egmond, zijn Hanswijk. Maar spelen in de Beun. En die zijn eigenlijk een wat meer regionale club. Geworden? Ja, ja, ja. En Valkland is nog echt wel lokaal? Of is die ook wat regionaler geworden? Valkland. Valkland speelt 4 producties per jaar. 2 kinderstukken, 2 avondstukken. En daar heb je dus een behoorlijk aantal spelers voor nodig. Plus andere medewerkers. Maar is het dan en zo die, dat... En die komen dus eigenlijk uit de hele regio vandaan. Ja, is het dan zo dat Heilo eigenlijk een beetje een soort... cultureel centrum voor theater geworden is omdat wij de Beun hier hebben, dat we hier Valkland hebben, dat de Hanswijkers nu hier... HOV, Stichting Jeugdtheater, je hebt erg veel in Heilo, dankzij de Beun. Ja, en merk je dat ook? Dus dat inderdaad, die Hanswijkers is natuurlijk regionaal, maar Valkland wordt ook wat regionaal. Omdat wij, en de operettevereniging wordt wat regionaal. Omdat nou, de operettevereniging is denk ik... Dat is een tak van sport, om het te zeggen, die wat minder populair is dan musical of toneel. Omdat wij zoveel stukken spelen, hebben we ook meerdere mensen nodig. Hebben we dus ook meer infrastructuur in huis, decor, kleding. Waardoor regisseurs graag bij Valkland willen spelen. Spelers van in de regio willen ook graag bij Valkland spelen. Omdat hier juist heel veel mogelijk is. Omdat je dus niet altijd dezelfde regisseur hebt, niet altijd dezelfde soort stukken, niet altijd dezelfde groep om je heen. Dus nooit hetzelfde spelletje op hetzelfde speelvlak op dezelfde manier. Die variëteit maakt het dus voor heel veel mensen interessant om juist bij Valkland te komen kijken en ook te komen spelen of meewerken. Wat vind je van de ontwikkeling dat hier op dat Willy Brodersland goed en ook die cultuurkoepel
beetje bij beetje wat begint te worden. En dat daar ook wat meer theater en toneel terecht komt. Het is een hele mooie, het is een hele mooie move. En ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ik heb alleen één hele grote angst. Is dat politiek een gedachte ontstaat van nou, dan kan dat de BEUN eventueel wel vervangen. Nou, dat is dus iets wat gaat in mijn optiek nooit een succes worden. Ik heb weinig vertrouwen in de akoestiek en de artistieke waarde van de kunst, van de cultuurkoepel als dat gaat op echt theatergebied. De faciliteiten zijn er niet, de akoestiek is er niet. Ik zou niet weten hoe je daar ooit iets fatsoenlijks kunt inzetten. Nee, maar meer als een soort uitbreiding. De BEUN is dan het echte, het professionele theater. En op dit Willy Borders landgoed kunnen ook wel wat buitendingen op de treinen gebeuren. Ja. En je kan een ander soort dingen kan je neerzetten. Dat zijn hele mooie mogelijkheden. En er gebeurt nog veel meer op het GGZ-terrein dan dat er vroeger het geval was. Het is veel meer opengesteld naar het publiek toe. En dat is denk ik een hele goede ontwikkeling. Er is veel meer interactie tussen het dorp en het hele GGZ-gebeuren als dat er ooit gebeurd is. En dat is een hele goede zaak. Maar ze willen het ook, het Willy Borders landgoed heet het nu, hè? En het heeft niks meer met GGZ te maken. Maar ik ben heel benieuwd wat de koepel gaat worden. Ja, het is natuurlijk een akoestische ramp. En het is natuurlijk in de winter is het niet warm te stoken. Dus ik heb daar mijn reserves bij. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gaat worden. Het is een theater. Of überhaupt iedere vereniging natuurlijk. Maar is de optelsom van alle elementen die erin gestopt worden. En dat is ook PR en dat is ook goodwill. En dat is je relatie naar de gemeente. Dat is je, nou noem het maar op. Ja, en je krijgt er geen geld voor terug. Je moet gewoon een baan hebben of een andere bron van inkomsten. Dus je moet het wel ernaast weten op te brengen. Maar dat is natuurlijk bij heel veel mensen zo. Er zijn mensen die hebben nergens tijd voor, want ze moeten iedere aflevering van die serie kijken. En er zijn mensen die kun je altijd wel een beroep op doen, want die hebben altijd wel een gaatje om nog even iets in te vullen of om ergens een handel uit de mouw te steken. En zo iemand ben jij ook? Ja, maar zo zijn er veel hoor. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja, jij, zo ben jij er ook. Ja, maar goed, jij komt ze tegen omdat je wat doet en dan kom je ze inderdaad. Nou ja, die probeert te enthousiasmeren. Ja. En als dat lukt, dan enthousiasmeren ze jou ook weer. Ik wou je ontzettend bedankt voor het interview, ik vond het heel interessant. Er zijn ontzettend veel dingen langsgekomen. Erg leuk om te doen ook. En we komen elkaar vast wel tegen in al die activiteiten die jij ik doen. In Heilo kan dat niet missen. Nee. We blijven elkaar steunen. Goeie gemeente wat dat betreft. Hè? Helemaal top. Oké. Okay. La-di-da-di-da-dum, la-di-da-di-da-dum.